Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag, weer een nieuwe week. En ik heb gezegd dat ik eigenlijk tot vandaag zou weekvloggen. Maar ik ga gewoon lekker door, jongens. Ik kan het nu. Dus ik ga gewoon zo lang mogelijk door als hoe ik het volhoud. Ik ben wakker, ik ben aangekleed. Ik heb een zwarte F-shirtje aan, maar onder deze jas natuurlijk. Het is best wel fris buiten, dus ik heb mijn lange jas maar weer eens aangedaan. Ik heb een blauwe jongensbroek aan. En mijn witte Nikes. Maar het zonnetje schijnt dus wel. Het ziet er lekker uit buiten. Alleen is het nog een beetje frissig. Maar goed, daar kunnen we wel doorheen natuurlijk. Ik heb in ieder geval wel een lekkere jas aan. Alhoewel deze ook steeds stukker gaat aan de binnenkant. Dus dit wordt waarschijnlijk ook wel een jas die ik binnenkort gewoon in die klieken gooi. Maar als de zeeman open is... Wat ik niet denk, want die gaat waarschijnlijk om 12 uur open. Ik kan wel even op mijn mobiel kijken. Ga ik daar een jasje halen. Maar dan moet ik even kijken of die open is. Het enige waar ik nu heen moet is de Action. En... wat was het nou? De Action en de Albert Heijn. Dus dat gaan we doen. En mijn accu is leeg. Nee! Ik dacht dat ik hem had opgeladen. Helaas. Goed, de camera is opgeladen en ik heb boodschappen gehad. Ik ga nu naar het centrum. Ik heb boodschappen thuis gezet, want ik heb nog steeds wonderolie nodig. Die verkopen ze als het goed is bij Hema. Dus dan ga ik hem halen. Dus ik bestel de metro in. En dan snel naar het centrum. De metro gaat nu weg. Snel. En ik heb een nieuwe jas gescoord. Mijn jas die ik net aan had, die zwarte jas, was echt helemaal kapot. En de binnenkant was vreselijk en hij gaf heel veel af. Dus ik heb nu deze, alleen moet dit even... Nou, dat doe ik zo wel. In ieder geval heb ik dit jasje gescoord bij Anita Mode. En ik heb een joggingspak gescoord waar het TikTok logo op staat. Ik ben zo blij. Ik heb hem voor S ook gehaald. En ik heb trouwens ook de... Even de medicijnen die ik moest hebben. En ik heb spotgel gehaald voor pukkels en dingen. In de hoop dat dat werkt. En voetencreme. En Ash heeft nieuwe draadloze oortjes voor me gehaald. Dus dat is super top. Dat is voor dezelfde ook nodig. Dus dat is helemaal mooi. Dus ja, ik ga weer naar huis. Het is wel even trouwens heel erg lekker om nu weer eventjes na anderhalf, twee weken, misschien wel drie... Even lekker weer weg te zijn geweest en even lekker weg met de metro. Maar goed, ik moet nu weer terug. Dus dat gaan we doen. Goed, ik ben weer thuis. En jongens, ik ga jullie even TikTok pak laten zien. Want die was echt super tof. En ik ga hem ook zo natuurlijk gelijk aandoen. Dus jullie even op het koffiemokje, zijn jullie iets hoger. Ik heb trouwens ook, wat ik al zei, ik heb voetencreme gehaald en ik heb spotgel gehaald. Ik vraag me af hoe dit... Verpakt. Oh, dit is gewoon een dubbeltje. Oké, nou ja, die zet ik zo gelijk in de ding neer. Mijn tas is leeg, jongens. Dit is dus het pak. Ik heb mijn crème genomen. Kijk! Hoe leuk! Dan zit het eruit. De sweater. Dus ik ga hem aandoen. Ik hoop dat hij past. Het is één maat. Ik ben heel benieuwd. En ik ga natuurlijk gelijk naar een TikTok opnemen. Oké, hij is aan. Hey jongens, kijk dan. Dit is super gaaf. Check dit. Ik heb gewoon een TikTok pak aan. Het past echt precies. Het zit super lekker. Het zit niet te strak. Hij zit hier zelfs gewoon best wel los nog. Oh, I love it. Dit is leuk. Oké, ik ga gelijk een TikTok opnemen, want dit is echt tof. Met die witte schoenen eronder, het staat ook echt super leuk. Goed, de TikToks zijn opgenomen, jongens. En het pak is zo nice. Ik heb het nu wel warm alleen in het pak, maar goed, dat geeft helemaal niks. Dit zijn de TikToks geworden. Ik ga ze jullie gewoon even lekker laten zien. Baby, come give me something. I'm a savage, yeah. Classic.
is één. En dit is de tweede. Ik ben mijn kijkers, mijn TikToks aan het laten zien, hoor. Ja, ik vond dat die wel gelijk, vond die wel best wel grap. Ja? Ja, maar misschien omdat ik het niet gewend ben. Kijk, ja. Dat was best wel grap. Kijk, als ik zo doe, kijk. Ja, maar dat is bij mij ook, hè. Ja, ik heb ze nu opgerold. Bij mij valt die iets minder. Kijk. Oh, ja. Oh, dat is de foto. Ja, ja. Deze maak ik hem. Kijk. Ja, maar kijk, bij jou vond ik ja. Oké. Okay. Echt, hè? Oh, dat wordt er niet. Ik ga wel mijn eet of zo. Echt, hè? Ja! Goed, inmiddels ben ik lekker met Ers aan het bellen geweest. En heb ik mijn nieuwe Boeddha dingetje neergezet. Hoe leuk is dit? Ik moet hier alleen nog een vaccinelichtje in doen. Maar hij is super leuk. Verder heb ik mijn formulieren bij elkaar gezocht voor duurzorg. Die ik even ga mailen nu. En ik moest alles invullen. Dus ik moest alles weer bij elkaar zoeken. Een portemonnee en al dat soort dingen. Het was wel weer een gedoe. Maar goed, dat is ook weer gebeurd. Ik ga het nu mailen naar ze en dan kun je alles in actie zetten. En helemaal top. Dan heb ik misschien deze week of volgende week nog een baan. Super. Dus ja, ik vind het helemaal best. Ik ga het mailen. Dan is dat allemaal gebeurd. Is dat klaar. Ik ben eventjes een planninglijstje, een YouTube lijstje aan het maken in mijn schrift. Zodat mijn bullet journal niet helemaal verziekt wordt met al dat soort dingen. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Goed, ik heb net lekker mijn skincare gedaan en het is nu 7:30 en ik ga zo even de achtergrond van mijn telefoon veranderen. Ik vind hem echt behoorlijk druk. Ik heb hem een beetje uitgeprobeerd, maar ik vind het niet echt dat ik denk, wat ik wel heb gedaan is allereerst mijn telefoon georganiseerd. Ik heb namelijk op elk eerste rijtje wat je hier dus voor ziet, heb ik behalve de onderste rij, want de onderste rij zijn mijn meest gebruikte apps. Maar hier zijn dus drie mapjes gemaakt met random apps die dus standaard met de telefoon komen die bijna niet allemaal gebruik. Dan heb ik een Chill and Need app, dus waaronder een camera en een health app en een bonuskaart van de Albert Heijn en dat soort dingen. En dan gewoon allemaal spelletjes en Netflix en Videoland en dat soort dingen. Dan is mijn tweede of mijn derde rijtje is deze. Dat is mijn Most Used app. Dus oftewel een RT app. Een NS app. Maps, Weather app, OV, mijn agenda natuurlijk. Rekenmachine, de instelling van mijn telefoon. Dan hebben we dit rijtje. En dat spreekt denk ik wel voor zich. Want dit is socials. Dus Snapchat, Facebook, Pinterest, workout app, Skype. En NOS zit er tussen als enige nieuws app. Verder zitten er nog een paar dingen voor mijn werk tussen die ik gebruik. En de onderste rij is dus mijn meest gebruikte app. Dus Instagram, mijn mail, TikTok, bankieren app en WhatsApp. En wat ik dan ook heb gedaan, dat vind ik wel heel tof. Is ik heb mijn WhatsApp donker ingesteld. Dat kan dus tegenwoordig. Super tof, super blij mee. Dat heb ik met mijn mail ook gedaan. En dat heb ik met mijn agenda ook gedaan. En dat wil ik nu met WhatsApp of met Instagram, maar dat krijg ik dus niet voor elkaar. En ik weet dus niet hoe ik dat wel voor elkaar krijg. Dus weten jullie hoe ik dat doe, jongens? Let me know. Ik heb een Huawei, dus oftewel een Android. Laat me even weten hoe ik dat moet doen, want ik weet echt niet hoe dit werkt. Tenminste, ik heb alles opgezocht, maar lukt me niet. Goed, ik lig lekker in mijn bed. Het was echt een superleuke dag vandaag. Ik heb de hele avond spelletjes zitten spelen met Chantal en met Anouska. Dus
super leuk. We hebben Miss Ergie niet gedaan, 4-5 potjes. En vervolgens zijn we Uno gaan spelen en Monopoly online. Echt super leuk. Maar het is 10:50 en ik ga slapen. Het is wel mooi geweest. Beetje bonje gehad met mijn pa. Omdat ik herrie maakte en dan ga je hierna slapen. En dat hij nu boos is, gaat hij me morgenochtend voor straf om 6:15 wakker maken. En gaat hij me elk kwartier bellen om me wakker te houden. Hoe kinderachtig wil je zijn, serieus. Maar goed, laat hem lekker zijn ding doen, ik vind het best. Ik heb er toch geen moeite mee dat hij me vroeg wakker maakt. Ben ik het tenminste lekker vroeg uit, maar heb je er niet mee. Maar goed, ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen. En in de vlog van morgen zullen jullie wel zien of hij me echt wakker heeft gemaakt of niet. Ben benieuwd. Slaap lekker.